Hoe kijk jij terug op die verkiezing? Net vorig jaar is hetzelfde vraag gesteld en ik ga hetzelfde antwoord geven ook. Ik kijk er nog altijd op terug als een heel enorme positieve ervaring. Heel leerrijk. Je leert nieuwe mensen kennen, maar je leert ook omgaan met bepaalde dingen. De groep was heel leuk, de activiteiten waren leuk. Een periode om nooit te vergeten. Ja. Okay, we zijn vandaag de gast bij jouw echtgenoot, hè? Jawel, Peter Leeman. Heeft de deur nu geopend? Op aandringen van jou of dacht jij, laat dat schoon volk maar binnen? Ja, een klein zitje, maar als ik dan zei 20 of 22 mooie meiden, was rap overtuigd. Staat schoon, maar tussen al die mooie auto's past dat perfect. Hè. Schoon auto's en schoon vrouwen gaan altijd goed samen. Je hebt dus duidelijk ook nog een grote sympathie voor de verkiezing, de organisatie. Jawel, ik blijf benieuwd wat het er allemaal gaat komen. En ik vind het enorm leuk om bepaalde mensen te zien opbloeien en effectief te zien binnenkomen als meisjes in helemaal in een schulpje. Om dan een paar maanden later te zien uitbloeien op het podium, vind ik geweldig om te zien. Dus als ze vragen hebben, kunnen ze ook altijd bij jou terecht. Uiteraard. Goed. Dankjewel, Lies, alvast. En natuurlijk ook de echtgenoot om deze garage hier